Mijn naam is Judith Gebraap, ik kom uit Eritrea. Ik werk op dit moment als sleutelpersoon om de vluchtelingen en instanties dichterbij te brengen. Op dit moment de meeste jongere mensen hebben meteen na half jaar, één jaar verblijfsvergunning. Dus het leven start in dat korte tijd. Dus er is geen moment om te aarzelen en achteruit te denken of wat het is geweest. Ze moeten meteen beginnen te gebruiken, de tijd. Dit is heel belangrijk tijd ook. Het maakt makkelijker als je het vanaf begint goed aan te pakken. Dus door informatie te geven, door samen te werken met allerlei instanties, verliezen zij niet zoveel tijd om ergens te komen. Niet alleen voor de Eritreërs, maar ook voor de hulpverleners. Als zij samenwerken met sleutelfiguren, dan weten zij wat zij denken. Of vaak ook, dan weet je hoe ga jij die bericht of de boodschap doorbrengen. Maar van de andere kant ook is het makkelijk toegankelijk als zij zien iets herkenbaar van hun eigen gebied, mens, die meewerkt, meedenkt. Dan de angst of de drempel is nog lager. De Nederlandse cultuur. Zij willen iets boodschap geven, maar heel voorzichtig wordt omheen gepraat. Daar wil ik ook dat iets directer is, makkelijker en ook beter begrijpen. Direct praten is beter, komt goed over naar de jongeren vooral, dan omheen praten. Het verschil wat sleutelfiguur kan maken is een soort brugfunctie. Dat het makkelijker wordt van de hulpverleners naar de Eritreaanse mensen. Voor de Eritreaanse mensen ook, dat zij niet voelen alleen of er is niemand ons begrijpt. Dus het is een beetje gezicht voor hun, wil ik ook zijn. Wat ik van mensen hoor is, oh, wat fijn dat je doet. Het is echt van belang. Ik zie ook in hun blik, in hun lichaam, zoals, je doet groot werk. Vaak is meer dan ik had verwacht, zie ik blije gezichten. En ook, ze hebben ook gelijk. Voor mijzelf is ook iets nuttig wat ik doe.